Met onze buurtbus gaan wij het land door op zoek naar meningen over onderwerpen die spelen binnen de maatschappij. Elke aflevering leggen we één stelling voor, binnen en buiten de Randstad. Om zo een eerlijker beeld te krijgen van wat de Nederlander vindt. Deze week stopt Lieke in Doesburg en ik in Utrecht. Nederland moet stoppen met het opvangen van asielzoekers. Op dit moment wel. Nou, ik vind dat als je uit een oorlogsgebied komt, dat je een veilige haven hoort te hebben. En ja, daar kunnen wij ook onderdeel van zijn en de landen om ons heen ook. Ik denk dat we echte mensen die echt hulp nodig hebben, dat we daar klaar voor moeten staan. Nederland moet stoppen met het opvangen van asielzoekers. Moeilijk. Er zitten altijd wel mensen tussen die niet echt hulp nodig hebben. Als je uit een onveilige plek komt, heb je gewoon het recht om te mogen emigreren naar een andere plek. En hoe zouden wij het vinden als er bij ons bijvoorbeeld zoiets gebeurt, zoals bijvoorbeeld in een situatie als Oekraïne? Hoe zouden wij het vinden om dan nergens naartoe te kunnen? Je moet niet altijd slechter denken van economische redenen. Maar die komen voor een uitkering of die komen voor het... Nee, die gaan weg uit een land waar de bommen vallen. Als het gaat over hoogopgeleide mensen die voor een bedrijf ergens gaan werken, dan worden het expats en dan is het allemaal koek en ei en dan doet niemand daar moeilijk over. Mm-hmm. En als sommige mensen naar een ander land willen, dan mag het niet. Ik snap ook niet zo goed waarom Nederland daar zo moeilijk over doet, want we hebben overal arbeidstekort. Dan denk ik, nou, deze mensen dienen zichzelf aan, die zijn ondernemend genoeg om hier naartoe te komen. Dus ja, ik zou zeggen, omarm ze. Ik denk dat er wel een hele hoop mensen die hier komen vanwege economisch voordeel, mm-hmm, dat we dat hier niet kwijt kunnen. We hebben voor onze eigen mensen hebben we eigenlijk al een enorme woningnood. De prijzen gaan alleen maar stijgen bij de studentenkamers. Je kan zelf eigenlijk geen woning krijgen, kopen, wordt alleen maar hoger. Je kunt niet iedereen een huis beloven, dat kan niet. Je kunt niet voor je eigen mensen huizen willen en ook voor de mensen die hier komen, want die huizen hebben we niet. En er zijn dan mensen die zeggen van ja, maar we hebben hier ook een woningtekort, we kunnen ze nergens meer kwijt. Ja, dat vind ik altijd een beetje een non-argument, want dat is een makkelijk narratief om te gebruiken als je anti-migratie of anti het opnemen van vluchtelingen bent. Ja, de huidige situatie is chaos, dat weet iedereen. En Ter Apel, iedereen heeft het gezien, mensen slapen buiten. Wat vind je ervan dat er momenteel vluchtelingen buiten slapen? Gebeurt dat nu? Ja? Oh, nee. Dat het in Nederland moet gebeuren, vind ik echt belachelijk. Ik zou er niet aan moeten denken om zelf te moeten vluchten uit een land en dan in een ander land te komen en dan vervolgens dat je buiten moet gaan slapen. Ik denk dat het zoals nu gaat dat redelijk goed. Er zijn dus een paar honderd die op straat slapen, maar die kun je wel ergens onderdak bieden. Dus dat is zo'n groot probleem. Het probleem is het zo? Volgens mij niet. Dat gaan ze nu ook doen. Ja. Hebben ze beloofd. Er zou niemand meer buiten hoeven moeten slapen. Zijn meneer Rutte toch? Ja. Ja. Dus ik ga ervan uit dat gaat lukken. Ik heb nog ijs ook. Ik ben blij dat je wat krijgt. Dan moeten mensen misschien andere mensen in huis gaan nemen, maar ik vraag me af of dat nog iets is van deze tijd. Stel je voor, ik had een B&B, dan waren ze bij mij welkom geweest. Het is overvol in ieder geval. Ja. Ja. Is het in jouw ogen vol? Ja, volgens mij wel. Laat in de reacties even weten wat jij van deze stelling vindt. Volgende aflevering zijn we ergens anders en ook weer met een andere stelling.